Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vaco Gamers, Lars hier! Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect, hier op Vaco Games. En jongens, voordat we verder gaan met het bouwen van onze gevangenis, wil ik jullie allereerst even ontzettend bedanken voor de ongelofelijke support op Prison Architect van de afgelopen tijd. Er zitten de afgelopen weken afleveringen tussen die meer dan 10.000 keer bekeken zijn. Dat is voor Vaco Games echt een ontzettend hoog getal. Hartstikke bedankt daarvoor. Knal meteen eventjes een like op deze video, want we moeten namelijk nog een heleboel dingen doen voordat we deze gevangenis als af kunnen beschouwen. We moeten bijvoorbeeld vandaag een beginnetje maken met het bouwen van extra cellenblokken hierboven in de gevangenis. En wat we trouwens ook nog moeten doen is dat we de kantine moeten uitbreiden. En ik denk eigenlijk dat dat vandaag onze prioriteit nummer 1 wordt. Want zoals jullie kunnen zien, er is ruimte voor 151 gevangenen in mijn prison. Er zitten er ongeveer 100, maar als ik er nu meer gevangenen bij wil hebben, betekent dat natuurlijk ook dat ik meer eten moet hebben. Meer eten is meer kantinebankjes. En meer kantinebankjes is uiteraard meer ruimte voor gevangenen. Dat is allemaal super logisch. Dus laten we daar maar eens eventjes mee gaan beginnen. We gaan de kantine uitbreiden en we gaan de keuken uitbreiden. Voordat we hiermee aan de slag gaan, laten we dat eerst maar eens eventjes gaan fixen. Want dan kunnen ze namelijk makkelijker eten krijgen. En meer eten is blijere gevangenen. Wat zullen jullie allemaal doen, jongens, daarboven? Oh, jullie zijn buitenterrein aan het schoonmaken. Oh, wat aardig. Ontzettend tof. Zou het leuk vinden, go for it. Ik wil er eens eventjes dit gaan fixen. En dat kunnen we uiteraard het beste doen met een gewone fundering. Dit moet gewoon helemaal doorgetrokken worden. Tot ongeveer hier, denk ik. Zal dat groot genoeg zijn? Zullen we hem nog verder doortrekken? Zullen we hem helemaal door naar boven trekken? Maar dan moeten we eigenlijk even kijken tot hoe hoog die hier is. Wacht even, dan moeten we even tekenen. Dan maken we gewoon een hele grote. Echt een hele grote. Wow, dat is een grote, zeggen ze dan allemaal. Let op, keurig. Komt hij tot hier. En dan wil ik gebouw tot hier hebben. Zo, inclusief de keuken. Al hoeft de keuken niet zo gigantisch groot, hoor. De keuken hoeft niet zo groot als de kantine te zijn, maar wel groter. Dus dan doen we dit zo. Op de vlas, dat is het idee. En dan trekken we dit er gewoon bij. En dan komt hier namelijk nog een extra ingang. En dan komen hier de extra cellenblokken. Dat is mooi. Dan hebben we ruimte zat. En ik heb niet zoveel geld meer. Dus we moeten een beetje geld gaan sparen. Als er iemand nog een spaarpot heeft van de gevangenen, please doe eventjes delen. Cellenblok D kunnen we binnenkort wel gaan pakken. Verhoogde capaciteit met 200 gevangenen. Maar dat komt pas later. Dat komt echt pas later. Onderzoek naar voeding. Stageprogramma voor houtbewerking. Produceert 10 bedden. Laten we die er maar eens eventjes bij pakken. Niet dat de gevangenen dat überhaupt doen. Zijn ze daar wel mee bezig? Voor mij weten ze helemaal niet eens hoe dit moet. Bedden bouwen. Kan toch niet zo ingewikkeld zijn? Als die IKEA het snapt, dan snappen wij het ook. Veiligheidsinstructies, houtbewerkingstage. Zie je, één is er geïnteresseerd. Maar ja, is dat geïnteresseerd of is dat hij ook daadwerkelijk wat doet? Ik bedoel, ik ben geïnteresseerd in hoe ik een vliegtuig moet besturen. Maar ik ga niet leren hoe ik een vliegtuig moet besturen, snap je? Dus zij kunnen wel zeggen van ja, ik ben heel geïnteresseerd om hout te bewerken. Maar als ze er vervolgens geen ene reet mee doen, dan is het natuurlijk ook zonde van de tijd. Even kijken. Certificaat voor gebruik van tasers. 34 zijn er geslaagd. Awesome. Die zijn allemaal goed. Hoger beroep voor de dood. Oh, trouwens. De doodstraf. Kreeg ik ook een comment over van jullie. Dat ik blijkbaar niet heb aangegeven dat het alleen maar is voor ter dood veroordeelde gevangenen. Alleen dode cellen. Hapsakee. Alleen ter dood veroordeelde gevangenen mogen hier komen. Oh, dit is natuurlijk geen dode cel. Wacht eventjes. Gemeenschappelijk. Ontgrendeld. Laat ik deze dan eventjes zo doen. En dit is dan uiteraard personeel only. Dus nee, niet de wasruimte personeel only. Kom op. Vrijgesteld. Zo. Hoppakee. Maar gevangenen mogen hier geen toegang tot hebben. Zo. Donkerzwart dan. Geen toegang. En als het blijkt dat dit niet werkt, dan haal ik het gewoon weg hoor. Dan veranderen we het wel weer en dan sluit ik het wel af voor de gevangenen ofzo. Want heel veel gevangenen denken nu blijkbaar dat dit een soort buitenspeelplaats is. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Ah, keurig. De kantine is open. Nice. Let's bouw de kantine af. Dan moet hier een muur komen. Helemaal tot boven. Dat is een flinke muur. Bijna net zo groot als de Chinese, maar dan anders. Deze gaat tot hier. Er komt hier natuurlijk zometeen een extra ingang. Dus die moet weer terug. Dan maken we dit gewoon een grotere kantine. Dat is super awesome. En lekker makkelijk ook nog eens een keertje. Kijk eens eventjes, waar is de kantine? Als ik die tenminste kan vinden. Kantine. Daar is die. Let's go. Dit wordt kantine. Oh, er moet uiteraard ook van het hebben. Er moet natuurlijk een elektrische kabel. En kunnen we niet meer aansluiten op de hoofdkabel. Want deze staat nu al bijna op ontploffen. Kijk eens eventjes. Holy shit. Als hier nog één gloeilampje op aangesloten wordt, dan knalt de stroom in de halve gevangenis eruit. Dus we moeten de stroom ergens anders vandaan zien te halen. En dat wordt dan waarschijnlijk de andere stroomkrachtcentrale. Hoe gaat die trouwens trekken? Ah, kijk, deze redt het nog wel eventjes. Dan kan ik wel een paar metaaldetectors op aansluiten. En een paar lampjes ook nog wel. Dat gaat helemaal goed. Dus die kan tot daar komen.
Dan willen we dat de keuken ongeveer tot hier komt. Dat lijkt me wel mooi. Zo. En wat gaan we dan hier doen? Geen idee. Wat zullen we hier nog eens doen? Want we hebben ruimte zat. We kunnen dit gewoon helemaal openmaken tot... postkamer misschien? Er zijn vast nog wel een paar ruimtes die we niet hebben. Welke hebben we nog niet? De postkamer hebben we nog niet. Bibliotheek hebben we nog niet. Maar wij gevangenen kunnen amper lezen en schrijven. Dus waarom zou ik in godsnaam die bibliotheek willen hebben? Ze kunnen toch niks? Ze kunnen niet eens de A van de B onderscheiden. Mijn gevangenen zijn echt super dom. Alhoewel, er zijn 3 geslaagd op basisonderwijs. Van alle 100 gevangenen die wij de afgelopen tijd gehad hebben, zijn er 3 geslaagd. Echt goed gedaan, jongens. Helemaal trots op jullie. Hier komen 2 deuren met uiteraard 2 metaaldetectors. Voor het geval dat ze weer eens een keer lepels willen jatten. Dan gaan we niet voor de deur banken neerzetten. Maar die doen we dan een stukje hier naar boven. Zo. Wacht even, hier zit nou 1. Dit is 1, dus dan moet deze eentje naar beneden. Zo. Dan hier en hier. En dat doen we gewoon op dezelfde manier als die andere. Dat lijkt me de meest efficiënte route. Gewoon zo, 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 zo. Zo, zo. Please, kom... Het komt perfect uit. Halleluja. De heilige kip zijt geprezen. Het werkt. Helemaal keurig. Dit wordt allemaal dan keurig netjes om te zitten. Zo, dan hebben we de ruimte zat de komende tijd hoor. Als ze nou nog gelopen ruzie dat ze te weinig ruimte hebben, dan moeten ze echt niet gaan lopen zeuren. Ik ga niet door meer ruimte voor ze bouwen. Op een gegeven moment is het ook wel een keertje klaar hoor, gevangenen. Op een gegeven moment is het mooi. Zo, 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 zo. Is toch keurig? Kijk dan hoe mooi dit uitkomt. Het is net alsof het ervoor gemaakt is. Alsof ik er van tevoren over nagedacht heb. Heb ik helemaal niet, maar het werkt eens een keertje. Het is wel super tof. Oh, nee, 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 niet daar. Daar, deze daar, zo. Niet een tafel bovenop de bank, dat werkt uiteraard niet. Zo. En moeten we misschien ook extra ruimte hebben voor het eten? Want nu moeten deze gevangenen helemaal van beneden helemaal naar boven lopen. En dat werkt uiteraard niet. Gaan ze daarvoor over lopen zeuren. Dus dan kunnen we hier extra serveerstations doen. Want die passen daar nog mooi hier tegen de muur. Alsof het ervoor gemaakt is, jongens. Oh, wacht even. Als we deze eentje naar beneden doen. Wacht even. Deze dan. Doen we er gewoon 2 ruimte tussen. Dat is het mooiste. Oh, keurig. Hartstikke mooi. Dan kunnen de gevangenen van beneden naar binnen komen. Ze kunnen van de zijkant naar binnen komen. Die moeten uiteraard natuurlijk wel op de stroomkabel worden aangesloten. Oh, daar zijn ze heel druk mee bezig. Jongens, schiet eens een beetje op met die stroom. Wij hebben extra spul nodig. Oh, en lampen natuurlijk. Plus camera's. Er moeten ook meer camera's komen dan. Camera hier, camera daar. Camera hier, camera daar. Kijk, daar komen ze al. Gezellig. Ach, wat is het toch leuk. Wat is het toch schitterend in deze kantine. Jongens, lekker smikkelen. Helemaal naar beneden lopen voorlopig. Dat is eventjes de laatste keer. Want hier kunnen ze dan straks ook eten halen. Het is echt gewoon geweldig dit. Ik ben er helemaal trots op. Ik ben helemaal blij mee. Hier camera's. Zo, ze worden overal in de gaten houden. Of ze het nou willen of niet. Keuken gaan we ook doortrekken. En dan bedoel ik niet door de wc, maar het wordt gewoon groter. Zo. Hier moet uiteraard een muur komen, want dit was het afsluithok, geloof ik. Dus die hebben we zo. Daar moeten dan meer fornuizen in. Die kunnen we dan wel hier tegen de muur neerzetten. Zo. Oh, dat komt ook weer een keer niet. Waarom komt het er nooit een keertje gewoon goed uit? Is het echt een vermoeite? Het komt wel goed uit. Ik moet gewoon mijn grote mond houden. Het komt wel eens een keertje goed uit. Halleluja, heilige kip, gij zijt geprezen. Zo, of zullen we nog meer van een koelkast neerzetten? Hoeveel kost een koelkast eigenlijk? Een fornuis is 500. Hoehoe. Dat is duur, jongen. Zo, flink verkopen later. Ongetwijfeld veel te veel. Ongetwijfeld helemaal niet nodig. Maar goed, hè? Gaat om het idee. Zo, koelkasten. Ik heb toch de ruimte. Wat moet ik er anders mee doen? Een grote bloempot neerzetten of zo. Dat slaat ook ergens op. Het is en blijft een keuken. En in de keuken moet men koken. Groot steentje erbij. Zo, boom, boom. Nou, dat is dan toch keurig. Uiteraard op de waterleiding worden aangesloten. Zo, zo, zo. Tot daar. Tot daar. Oh, en uiteraard sprinklers. Laat ik nou gewoon eens een keertje meteen de sprinklers aansluiten. Voor het geval dat het binnenkort weer fout gaat. Daar gaat het dan zo. Dan moeten hier... Hoe gaan we dat nou weer fixen? Er moet wel een grote pijpleiding komen natuurlijk deze kant op. Dan kunnen we dit helemaal grote pijpleiding doen. Zo, kost eventjes wat geld, maar dan heb je ook wat. Namelijk brandveiligheid. Brandveiligheid is wel awesome. Hé, hey, die camera's die moeten nog eventjes gefixt worden. Dus, hebben we nog ruimte over. Camera verbinden. Met... Oh, deze heeft er al 4. 5. 6.
Oh, die zijn natuurlijk al verbonden. 5, 6, 7. 8. Dus die zijn verbonden, maar ik heb volgens mij te weinig personeel om al die shit te bekijken. Waarom werkt dit nou niet gewoon? Oké, deze 4 zijn wel. Die ook weer, dus dan moet ik eigenlijk nog een extra camera ding hebben. Dat past uiteraard niet in deze ruimte. Natuurlijk niet. Dan zal ik mijn beveiligingsruimte moeten uitbreiden. Maar misschien is het dan ook wel nuttig om hier dan een extra beveiligingskamer te maken. Een extra grote. Want we hebben nu heel veel extra camera's. En helemaal geen ruimte meer om al die shit op te hangen. Dus dan moeten we even deze dan doortrekken. Helemaal naar boven. Laten we dat doen. Maken we hier een extra grote beveiligingsruimte van. Waar we ook de gevangenen kunnen afluisteren en al dat soort toffe dingen. Dus kunnen we deze dan zo ongeveer tot... Zo, dat is wel groot staan. Lijkt me. Ongetwijfeld dat ik later weer achterkom dat het niet groot genoeg is, maar toch. Oh, deze moet ook hierop aangesloten worden natuurlijk. Deze gaat tot hier. En dan dikke tap. Zo. Daar, daar, daar. Dan is dit in één keer. Oh, please. Hopelijk redt dat ding het. Dan zou namelijk niks verbazen als die stroom er nou zo meteen weer uitknalt. Waarom ligt er een handzaag in de keuken? Is het vlees zo taai? En waarom heb jij een... De vader van Heel. Heel? Waarom heb jij een lepel voor je zoon meegenomen? Waarom heb jij dat meegesmokkeld, vriend? Bewaker, ga Heel controleren. Want dit klopt niet helemaal. Neem Heel mee. Heel heeft een lepel. En als je toch bezig bent, neem meteen zijn vader mee. De vader van Heel helpt mee met het in stand houden van criminaliteit. En daar houden wij niet van. Dat is niet de bedoeling. Oh, dan kunnen we trouwens nu ook, nu er extra ruimte is, kunnen we ook meteen het aantal gevangenen verhogen. Slim. Waar is het aantal gevangenen? Hier. Hoeveel hebben we er nu? We hebben nu ruimte voor 151. Wat? Shit, de stroom is uitgevallen. Maar we hebben wel onze eerste ter dood veroordeelde gevangenen. Dit is pittig awesome. Oh shit, de helft van de gevangenis werkt niet meer. No, help. Ga aan. Uh-oh. Oeps. Ja, paniek. Grote paniek. Hoe gaan we dit nou weer fixen? Er moet ergens snel een extra ding bij komen. Oh, help jongens. Er moet meer stroom. Er moet hier een aparte stroomcapaciteit komen. Hoe zit het ondertussen met de stroom? Stroom, waar zit de elektrische kabel? Dit gedeelte werkt niet meer. Dus dan zou ik deze kabel moeten doorsnijden. Zo. En dan moet ik hier een extra stroomding bouwen. Laten we dat heel snel doen. Oh no. We hebben het gevangen die op de elektrische stoel moet en het werkt niet meer. Shit. Ja, hier dan extra ruimte bouwen. Snel, 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 snel. Tempo, jongens. Oh, dat gaat niet worden. Hier dan. Ja, bouw me even tijdelijk, jongens. Snel, 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 werkmannetjes. Het liefst een beetje vandaag nog. Want we hebben extra stroom nodig en heel vlot. Oh, dat moet trouwens een personeelsdeur worden. Nee, 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 stop, 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 stop. Gewoon personeel. Bouw dan ook meteen, flapdrol dat je bent. Jongens, werkmannetjes, we hebben stroom nodig. Ga je niet eerst de keuken bevoorraden? Juist. Personeelsdeur. Juist, heel goed. En dan aansluiten die shit. Fundering. Waarom doen jullie dat nou niet? Luister gewoon naar wat ik je vraag. Dan kan dit stukje hek weg. Wacht even, een muur. Dit hek moet weg, deze muur. Hij moet namelijk ietsje groter, anders past het allemaal niet. Oh no, totale paniek. Zo. Bouw maar extra groot. Ik weet dat het niet uitkomt. Oh, zo komt het wel uit. Nice. Kom jongens, tempo, 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 tempo. Dat is de ruimte. Mooi. Voorzieningen. Elektriciteitsding. Hier. Met heel veel condensators eromheen. Bam, 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 bam. Kost even heel veel geld. Ik weet dat ik het bijna niet heb, maar ik doe het maar gewoon. Cause we need it. En best wel behoorlijk snel ook. Totale paniek. Kom op jongens. Stroomkabel. Deze kant op. Gelukkig maar een heel klein stukje. Zo. Hop. Sluit die stroomkabel aan. Keurig. Is deze kabel ondertussen al doorgeknipt? Doet hij het al? Ja, de stroomkabel hier is doorgeknipt. Nice. Daar is hij doorgeknipt. Die moet ik hebben. Dit zou dan weer moeten werken. Juist, die doet het weer. En dan deze. Gaat nu de boel overnemen. Inschakelen. Het werkt.
Voor nu. Holy shit, dat was eventjes billen knijpen. Daar is niet de bedoeling. We hebben nu een gat in het hek. Ja, we hebben een gat in het hek. Dat is niet handig. Boom. Zo, daar moet eventjes een extra bij komen. Hallo zeg. Eventjes pentjes zweten, jongens. Maar goed, het werkt voor nu. Dat is al heel wat. En ik denk, jongens, dat we dan morgen gaan proberen om die beveiligingsruimte groter te maken. Zodat we alle camera's kunnen aansluiten. En als we er het geld voor hebben, kunnen we ook hier eventueel extra dingen gaan aanleggen. Maar het allerbelangrijkste wat ons vandaag is overkomen, de eerste ter dood veroordeelde gevangene komt morgen aan in onze gevangenis. Ik hoop dat jullie daar ook bij zijn. En ik zie vanzelf wel of dat we hem op de elektrische stoel moeten zetten of dat hij onschuldig is. Laat maar eens eventjes weten in de reacties. Denken jullie dat die gevangene schuldig is of onschuldig? En als je mij echt wil helpen met deze serie, knal er dan zeker eventjes een like op. Zou je mij enorm mee helpen? En zoals ik aan het begin al zei, het gaat de afgelopen tijd ontzettend goed. Misschien hebben we zelfs vandaag de 2000 likes weer kunnen redden. Zou Peter awesome zijn. En het zou ook awesome zijn als jij er morgen ook weer bij bent. Bij de volgende aflevering van Prison Architect hier op Vaku Games. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Mazzel!